Welkom, Dragon's Den, bij VR Insight, de toekomst van journalistiek. Ontdek een revolutionair concept dat Google Maps en SnapMap combineert. Op VR Insight zie je een interactieve landkaart met bolletjes die nieuwslocaties markeren. Klik erop en word direct meegevoerd naar een nieuwsreportage. Met je telefoon kijk je 360 graden rond. Hoor je het verhaal alsof je er zelf bent. Maar dat is niet alles. Met een VR-bril sta je echt op de nieuwslocatie. Beleef het nieuws als nooit tevoren. Dragons, laten we samen de journalistiek transformeren met VR Insight, waar nieuws wordt ervaren. Durf je de uitdaging aan? Doe dan nu de VR-bril op. Hi, ik ben Jamie en ik neem je vandaag mee. Zoals je ziet zijn we bij het Vredespaleis in Den Haag. Hier vinden vandaag twee demonstraties plaats die elk een ander perspectief hebben op de oorlog in Hamas en Israël. Eerst spreekt Amber hierover met Naomi. Zij heeft een Joodse achtergrond. Jij staat hier vandaag. Wat betekent dit voor jou? Het betekent heel veel voor mij als Nederlandse Jood die hier woont. Ik ben trots om hier te staan, om te staan met Israël. En het gaat vandaag over het internationaal recht of Israël een genocide pleegt. En als een overlevende van Joden die een genocide hebben meegemaakt, is het natuurlijk heel emotioneel om na te denken dat wij Israël Joden nu hiervan worden beticht. Ja, want hoop je uiteindelijk op vrede? Uiteraard hebben we allemaal vrede. En nu neem ik je mee naar de andere kant. Hier gaat Amber in gesprek met David Snee. Hij is ex-militair. En waarom staat u hier? Ja, mensenrechten zijn gewoon heel erg belangrijk. En die worden op flagrante wijze geschonden in Gaza. Terwijl we hier nu aan het praten zijn, dreigt de hongersdood voor enkele duizenden, 15.000 kinderen. Concrete maatregelen die uitgeroepen zijn, dat men zich daar aan gaat houden. Ja, maar ja, het zijn nogmaals zijn woorden. En ik hoop dat het tot daden leidt, niet tot een woordenspel.